Kom, liefje, liefje. Ik beloof je, het komt allemaal goed. Wat is dit? Nee, schat, je moet niet zo overdrijven. Nee, nee, Emmaatje. Nee, Emmaatje, dat kan niet. Het is te riskant. Nou, ik begrijp niet waarom je zo doorzeurt over dat samen ontbijten. Je zegt het gaat niet om het ontbijt, maar toch blijf je doorgaan. Wees redelijk, Emma. Kerel, ik zorg dat ik op tijd op de vergadering ben. Ja hoor, so long. Hi, dag, ben je al terug? Ik dacht dat je naar de verjaardag van tante Nel ging. Bij nader inzien vind ik het toch leuker als we samen gaan. Vanavond. Vanavond kan ik niet. Vanavond heb ik een vergadering en dat wordt laat, want daarna zit er nog wel een biertje aan vast en zo. Oh, jammer. En deze keer zit er geen ontbijt aan vast. Wat bedoel je? Heb jij staan luisteren? Dat vind ik een rotstreek van je. Oh, neem me niet kwalijk. Het ging me helemaal niet aan, natuurlijk. Nee, dat gaat je helemaal niet aan. En... Zo, dus je hebt het gehoord. Wat heb je gehoord? Ruim voldoende. Nou, moet je eens goed luisteren, Marjan. Dit is niet wat jij denkt. Oh, dit is niet wat ik denk. Het is enkel een mooie vriendschap met ontbijt toe. Marjan, alsjeblieft. Ik had het kunnen weten. Achteraf had ik het kunnen weten en 1000 dingen had ik moeten merken als ik niet zo ongelooflijk stom was geweest. Het heeft helemaal niets te betekenen, Marjan. Het betekent helemaal niets. Oh, niet? Nee, het heeft geen enkele betekenis. Het tast mijn verhouding tot jou niet aan. Oh, wat heerlijk. Nee, maar blijf er helemaal buiten. Het heeft niets met elkaar te maken. Oh, je houdt het keurig apart. Ontbijt met mij, ontbijt met je secretaresse. Maar Jan... En als die vrouw nou iets geweldigs was of beeldschoon, maar dit en een domme tut. Dat mag je niet van Emma zeggen. Van heel veel andere vrouwen zou ik me kunnen voorstellen, maar waarom juist deze? Ik ken niet heel veel andere vrouwen. Vrouw! Ze is mijn secretaresse. Oh, zo ordinair mogelijk, zo makkelijk en gewoontjes mogelijk. Een verhouding met je eigen secretaresse. Het is zo goedkoop, het is zo goedkoop. Nou, vergis je niet, zo goedkoop is het ook weer niet. Hoe is het mogelijk? Ik begrijp het niet. Ik wil je wel vertellen hoe het allemaal zo gekomen is. Nee! Nee zeg, ik ben niet van de televisie. Meneer, vertelt u, hoe is het zo gekomen? Wat gaat er precies door u heen? Het is namelijk vanzelf gegaan. Oh, het is vanzelf gegaan. Ja, die dingen gaan namelijk vanzelf, ja. Oh ja, je bent niet zo iemand die dan denkt, kom, laat ik eens proberen het tegen te houden. Ja, natuurlijk heb ik dat gedacht, kom, laat ik het nou eens tegenhouden. Maar als je denkt, kom, laat ik het nou eens tegenhouden, dan is het te laat. En voor je het weet, ontbijt je met haar. Hoor nou eens even, ik begrijp dat je wat verdrietig bent. Verdrietig? Ik wens niet dat je onaardig over Emma doet. Dat is een intelligente, jonge vrouw die heel hard werkt. Dat doet ze, ja. En die 4 handelstalen vloeiend beheerst. En daarom ga je met haar naar bed, omdat ze 4 handelstalen vloeiend beheerst. Dat meisje dat het niet makkelijk heeft gehad. Nee, maar nou wordt het makkelijker. En die heel eenzaam is geweest. Ach, altijd alleen ontbijten, altijd maar 1 eitje op de ontbijttafel. Ik zeg helemaal niks meer, ik hou mijn mond wel. Je bent op het ogenblik niet in staat om het te verwerken. Nee, daar moet je me echt even de tijd voor gunnen. Hoe lang is dit al aan de gang? Ja, wat doet dat dan nou toe? Nee, dat wil ik weten. Ach, het wordt allemaal zo besmeurd en bezoek. Maand of 3, 6. En aan je dochter heb je zeker helemaal niet gedacht. Laat Pinker buiten, denk erom. En wat zijn jullie verdere plannen? Er zijn geen plannen. Ze weet dat ik getrouwd ben. Ach. Nee, ja, toch? Ja, ze weet heus dat ik jou niet in de steek zal laten. Ze heeft consideratie met de toestand. Oh, dat is aardig van haar. God, dat je je nou niet eventjes verplaatst in de situatie van een ander. Oh, moet ik maar verplaatsen in de situatie van het roofdier? Je zult met 1 van beiden moeten stoppen. Ja, dat besef ik. Maar je moet me de tijd geven. Wat? Je moet me de tijd geven. Ik kan dit niet zo abrupt beëindigen. Dat vind ik stijloos. Ik
zal jou eens wat zeggen. Je kunt vertrekken. Ga maar naar haar. Je bedoelt het huis uit? Nou, dan vergis je toch. Dit is geen sprake van. Goed, dan ga ik. En ik neem Pink mee. Hé, Marjan. Ik begrijp dat je dit allemaal in drift zegt. Doe niks overhaast. Maak het nou niet kapot. Ik maak alles kapot? Ik bedoel, je weet het pas 5 minuten. Jij weet het al 6 maanden. Ja, is het nou zoveel gevraagd om heel even te wachten? Om heel even te wachten en niets overhaast te doen? Heus, het lost zich vanzelf op. Het lost zich vanzelf op, hou. Ja, het is vanzelf gekomen. Het lost zich vanzelf op. Wat ga je doen? Ik ga weg. En wat zeg je dan tegen Pink? Wat voor reden geef je op? Weet ik niet. Kan me niet schelen. Ik ga weg.